die gaat praten over de Google Cloud Vision API. Heel benieuwd. Ik ook, hallo. Vrienden uit Antwerpen en omstreken. We gaan PHP doen zien vandaag. En het zou een korte presentatie moeten worden, zo. Ik heb daar moeite mee meestal. Ik heb mezelf met opzet, by design, slecht voorbereid. Gewoon om het natuurlijk te doen overkomen. Dus we zullen zien waar we raken. Maar ik moet wel al toegeven dat deze presentatie eigenlijk geïnspireerd is op een talk die ik 2 maal gezien heb. 1 keer in Londen vorig jaar, 1 keer in Rome dit jaar. Met Peter Gaston. Die heeft wat research gedaan naar artificial intelligence en heeft daar een presentatie over gemaakt, OK Computer. Ik heb ook een interview gedaan met die mensen op mijn videoblog. Dus als je naar mijn blog gaat, blog.vriend.eu, ga je een interview vinden met hem over het hele onderwerp. En het gaat eigenlijk over de commoditization, en dat is wel belangrijk, van artificial intelligence, dus artificiële intelligentie. Dat bestaat al sinds jaar en dag en er is heel veel wetenschap rond waar ik niet intelligent genoeg ben om maar het fijnste van te snappen. Maar het feit dat dat naar de gewone man komt en naar onze maatschappij komt en ons dagelijks leven binnendringt, vond ik wel interessant aan die presentatie. De slide deck, zou ik misschien beter ook even achteraf posten, van die persoon zijn presentatie, valt veel leuks over te vinden. En een van de key dingen die hij zegt, is wat er nu gebeurt, dag van vandaag, is dat artificiële intelligentie heel goed wordt, op een heel snel tempo. En dan moet ik ook de waarom-vraag stellen jullie, waarom is dat zo? De algoritmes zijn er al sinds jaar en dag. En nu zijn de computational resources beschikbaar. De grote firma's, de Googles, de Microsofts, hebben die servercapaciteit staan. En de komst van de cloud laat het ook toe aan andere bedrijven, nichebedrijven, startups, om cloud architectuur te gebruiken, om deep learning te doen, machine learning te doen, en om zo eigenlijk heel makkelijk toepassingen te maken. En de 2 toepassingsdomeinen waar we voornamelijk over zullen spreken, zijn speech en vision, of waar er voornamelijk over gehandeld wordt. Speech wordt er veel nadruk gelegd op, we hebben de GUI, maar er komt nu ook een CUI met een C, de Conversational User Interface, waarbij je bestellingen plaatst via WhatsApp of Facebook Messenger, en waar je denkt dat je met een mens praat, wat eigenlijk een machine is, en dat je eigenlijk gewoon via je chatbox alles regelt. Het komt erop neer dat er heel veel geautomatiseerd wordt via die weg. En dat was een mooie grafiek die ik ook copy-paste heb, of gewoon een screenshot van genomen heb uit zijn presentatie. En met de vraag, is your job at risk? En als het met cijfertjes te maken heeft, en het is heel routineus, ja, dan mag je beter al naar de VDAB aan een ander werk zoeken. Als het heel abstract is en zit heel veel variëteit in, dan heb je geen probleem. Maar dat zegt wel iets, dat heel veel van die repetitieve taken, dat we dan misschien zullen kunnen automatiseren. Taken die op zich niet voor de hand liggen, dat er wat denkwerk voor nodig is, dat denkwerk kan misschien wel opgeknapt worden door artificiële intelligentie. En vandaag zal ik me focussen op het vision gedeelte. En ook een van die dingen die hij eruit gelegd had, Pieter, in zijn presentatie, in het Google Cloud platform zit de Google Cloud Vision API. En dat vond ik wel straf. En dan dacht ik van, wat kan dat spel doen? Ik herinner mij nog dat ik het leren kennen had. Hij zei, het is super simpel, probeer het. En ik probeerde het, een account aangevraagd bij Google, gratis straal gestart, die JSON, wat was pure JSON, JSON RESTful interface aangesproken. En ene keer kwam daar iets uit wat mij enorm aanstond. Ik heb alles laten vallen. Ik weet nog dat ik die dag van thuis werkte. Mijn vrouw is logopedist, heeft een kantoortje van voor in het huis. Door het huis gelopen en zegt, schat, laat alles vallen waar je nu mee bezig bent. Dit moet je zien. Ik dacht, toont ik wat een foto. Iets hier, foto van de klein. En we sturen dat daar naartoe en dat spel gaat zeggen wat erop staat op die foto. En ik toon dat en zij zei: ah ja. Ja. Dus hoe cool dat het ook wel is, ik denk met de gewone man gaan we wel, of de gewone man en vrouw bedoelen we, wij developers, wij IT-mensen. Wat kan je doen? Wat zou een nuttige toepassing zijn van dat Google Cloud Vision API-gedoe? Misschien foto's automatisch taggen, foto's automatisch catalogeren, OCR-scanning doen, bepaalde herkenningspatronen instoppen. Kortom, het kan veel. En dat is de plek waar je alles op vindt. Opnieuw, die slides komen achteraf online. Je moet nu niet te veel schrijven of overtypen. En misschien een leuk extraatje. We zijn hier toch in PHP-land, vermoed ik. Ja. Ik heb er een kleine wrapper voor geschreven in PHP. En ik zal die vandaag illustreren. Het trekt nog niet veel, maar het doet wel iets. En dat is goed genoeg. Voor we verder gaan, toch even een formele introductie. Hallo iedereen, ik ben Thijs. Thijs Vrien op Twitter.
Dat zal je straks nog nodig hebben, dus onthoud dat. Ik ben een technisch evangelist bij een kleine Belgische hostingfirma genaamd Combel. Wij zitten in het Gentse. En in die vrije tijd, die weinig vrije tijd die ik nog over heb, ben ik ook deel van PHP Benelux. Ik ben heel dankbaar dat initiatieven zoals PHP Antwerpen en consorten bestaan. Anders moet ik zelf geen meetups meer organiseren. De local communities doen het voor ons. Wij moeten ons gewoon maar focussen op ons congres. Dat zal steeds in januari plaatsvindt en waar we stilaan weer uit hibernation mode zullen komen en organiseren. Dit heb ik rond 4 uur deze middag online gezet. Ik had code die al een paar maandjes oud was, die voor 80% klaar was. Die waar ik nog iets exotisch in ging doen met Guzzle, maar van die werkte, code eruit gestript, al brood teruggezet, wat goed genoeg was. Perfectie is niet altijd nodig, goed genoeg werkt ook. En dat is de plek waar je het kan gebruiken als je het wil installeren. Composer required, hij is vriend Google Cloud Vision API. Het is geschreven in PHP 7. Ja, waarom zou je nieuwe code in oude programmeertalen schrijven? Dus hou daar rekening mee. En waarom PHP 7? Ik had zin om generators te gebruiken. Ik heb gezien dat mijn memory consumption wel drastisch daalt als je over heel grote collecties, als je dat wil in arrays vastzetten en dan over itereren. Generators, dat ging best wel vlot. En ik heb ook wat type hinting, scalar type hinting en return type hinting gebruikt. Vond ik ook aangenaam om foutjes eruit te halen. Ook wel iets vervelends vastgesteld in PHP. Als je een type toekent, als static type hint, null in ULL, dat werkt niet. Dus het is ofwel dat type en niets anders. Dus een optioneel type, dat bestaat nog niet en denk dat ze er ook RFC's voor aan het uitdenken zijn. Heel vervelend. Ik heb Guzzle gebruikt. Guzzle is een hele goede client. Heeft me ook toegelaten om dingen in parallel te doen. Batch processing, als je grotere hoeveelheden foto's wilt toevoegen. Ik heb de krachten nog niet volledig kunnen uithalen. De oorspronkelijke bedoeling was, ik heb een iPhone, ik neem daarmee foto's, maar ik heb ook een Dropbox account waarmee ik dat sync. En dat komt allemaal op die laptop in mijn camera uploads folder. En ik wil alle foto's waar mijn zoontje op stond eruit filteren. Maar dat gaat over duizenden foto's. Ik wil dat niet met de hand doen. Dus misschien dat ik ooit dat stukje code, stukje API gebruik om alle foto's van mijn kleine terug te vinden. Dat is de bedoeling. Welke capabilities heeft de software? Label detection is de standaard. Label detection zegt gewoon wat het ziet. Sleutelwoord. En je kan meegeven hoeveel sleutelwoorden je wil en hij zal zo diep gaan. Verschiet niet hoe gedetailleerd sommige dingen kunnen zijn. Pieter had in zijn presentatie een foto van zichzelf tussen bomen gezet. Dat spel zei niet enkel dat het bomen waren, maar ook het exacte, moet je dat zeggen, het ras van het gewas kon hij perfect herkennen. Dus bangelijk bij momenten. Maar het is ook opnieuw afhankelijk waar Google in dit geval de meeste data voor heeft. Microsoft heeft blijkbaar iets gelijkaardigs. Dus label detection is leuk, text detection is een soort OCR feature die erin zit. Face detection zal niet zeggen wie er op de foto staat, maar wel wat traits, typische kenmerken van het gezicht aangeven. En ook een soort expression, emotie, hoe noemen we dat, de likelihood van bepaalde emoties weergeven. Landmark detection, vond ik de tofste feature van allemaal. Je stuurt een foto en Google zegt niet enkel wat het is, maar ook de latitude en longitude waar die foto genomen is, als het weet. Gaan we straks testen. Hè. Misschien een kleine spoiler al. Ik dacht van, we gaan dat de proef op de som nemen. Wat stuur je dan naartoe? De Big Ben. Simpel, ja. Latitude, longitude, dat klopt. Ik dacht, we gaan het eens iets moeilijker maken. Foto van de markt van de plaats waar ik woon, Diksmuiden, die kende dat ook. Maar dat kan zijn omdat ik die image misschien ook via Google Images gezocht had en dat dit al sowieso is. Dus straks gaan we jullie... Het zal een interactieve sessie worden. Dus eenmaal dat we aan de demo zitten, is de bedoeling dat jullie mij foto's tweeten of zo, vandaar dat we ook de Twitter handle nodig hebben, en dat ik die dan erin gooi en dat we dan zien wat eruit komt. Fair? Ja. Zie je dat zitten? Cool. Logo detection zit er ook op, kunnen we ook even uittesten. Dan zal het wel redelijk chaotisch worden, eenmaal dat we in demo mode zitten, maar we kunnen dat allemaal combineren. Je kan bijvoorbeeld logo detection combineren met text detection, dan zal hij zeggen van welke firma het is en alle tekst die hij erop ziet staan, zal hij ook proberen af te lezen. Ik heb ook eens per ongeluk text detection aangezet op een gewone foto van die genomen was op PHP Benelux en die begon plots tekst te detecteren van roll-ups die in de zaal stonden. Dus dat was ook een neveneffect. Image properties heeft ook over dominante kleuren, posities, bla bla bla. Safe search heb ik nog niet echt geprobeerd, maar dat is om content die niet geschikt is voor bepaalde leeftijdsgroepen of mensen die bepaalde gevoeligheden hebben, kan je dat daar uithalen. Dus de clue is gewoon er
foto's naartoe sturen en dat spel regelt het wel. En je doet het aan de hand van Base64 encoding, dus je stuurt er binary streams naartoe. Dus de payload die je er naartoe stuurt is wel vrij groot. En dit heb ik als voorbeeld gebruikt voor mijn Twitter profile image. En dit was de output, dit is de rauwe JSON output die je te zien krijgt. Dus hij weet, het is een persoon, er staat een vinger op, er staat ook een hand op. Het is een portret, een arm, en het is een, dat vond ik wel raar, business person. Ik ben volgens Google een business person. En er staat ook een thumb op, dus ja, er staat een thumb, finger, hand, arm. Ja, dat klopt eigenlijk wel allemaal, en ik kan die nog wel wat hoger zetten dat er meer uitkomt. Dit is code, ja, er moet code op de slides staan. Geen technische talk zonder code op slides. Ik heb PHP-S gebruikt om de kleurtjes mooi te maken. Misschien een kleine tip, als je ooit mooie, goed uitziende code wil maken, PHP-S van je file en dan daar redirect naar naam van je file.htm en dan open.htm en dan is het een copy-paste. Side note, volledig niks te maken met de presentatie, maar tip. Dus wat doen we? Het is allemaal via Composer geladen. We openen de Google Cloud Vision, dat zit in die namespace en de API. En via getinf API key haal ik een environment variable op waar mijn API key zit. Dus dat betekent wel, zonder API key kan je niets doen. Die moet je aanvragen bij Google. Je hebt enkele maandjes trial en dan is het wel te betalen. Dan heb ik hier de foto naar gegooid. Ik heb drie methods gemaakt. Add image by URL. Add image by filename, dus ik kan ook files van disk lezen. En add raw image, dat is gewoon de rauwe binary data er naartoe gehoord. Dan kun je features enablen. Hier heb ik label detection enabled en ik wil maximaal 10 trefwoorden terugkrijgen. Dan start ik de request en dan itereer ik er gewoon over. En dan, dat zijn objecten van dump van objecten. Wat heb ik ook gemaakt, is ervoor gezorgd dat de key telkens ofwel de filename is, ofwel een hash, als je het rauwe data erdoor stuurt, of de URL, dus dat je altijd herkent wat precies wat is. Wat je ook kan doen is, hier is een input parameter die bepaalt met welke batches dat ze gestuurd worden. Stel dat je 100 foto's stuurt, als je dan hier geen getal bij zet, dan zal hij gewoon alles in één keer naar Google sturen. En misschien valt Google dan omver, niet Google zelf natuurlijk, maar je snapt wel dat die de request wel kan time-outen. Stel dat je 100 foto's hebt, kan je hier bijvoorbeeld 10 zetten en dan zal hij verschillende calls doen, verschillende roundtrips, maar in blokjes van 10. En zo, zoals vermeld, kan je images registreren, raw, filename, URL. Als je per URL doet, gaat hij ook asynchroon met de kracht van Guzzle, async calls, de images eerst halen waar ze staan, dan die Base64 lokaal bijhouden en uitvoeren. Dus ja, er zijn parallel requests en er is batch processing. En zoals verteld, doen we dat zo. Iedereen nog mee? Dat is nog niet te moeilijk, hè? Het valt nog mee. En dan vrees ik dat we... Er zijn 12 minuten in de presentatie. Dat demo time is. Ik denk dat ik het aandurf. Dus. Nu heb ik jullie nodig. Hè? Ik heb een foto nodig. Van iets leuks. Graag safe for work. Hè? Geen vettigheden. Allemaal geen boodschappen. Van een persoon? Of? Gelijk wat? De capabilities. Waar nog je terug naar de capabilities? Hier. Ja. Iets wat we daarmee kunnen triggeren. Dus objecten, situaties uit het alledaagse leven, tekst, gezichten, landmarks, logo's. Ik zal eerst tonen wat ik hier heb. Hopelijk is dat leesbaar. Helemaal achteraan. Moeilijk. Bon, daar was ik niet op voorbereid. Dus. Dan gaan we naar editor. Presentation mode. Bestaat dat? Alright. En dan vind ik waar? View. Interne laatste. Wow. Wicked. Voilà, dat is de code. En ik kan hier features aan- en uitzetten. Wat we eens kunnen proberen, is... Dus wat heb ik gedaan? Dus dat is de standaard API. En dat is hoe ik de output formateer. Dus ik itereer over al mijn resultaten als key value. En de key is dan de foto. Aangezien dat we alles per URL zullen doen, in dit voorbeeld is de key telkens de foto. En dan, als er label annotations zijn, geef ze dan terug. Zijn er landmark annotations, geef ze terug. Logo annotations, text annotations en facial annotations. Dan zie je hier welke expressies ik voorzien heb. Joy, sorrow, anger, surprise, underexposed, blur. En als ik al dan niet een klak aan heb. Dat zit er allemaal tussen. En de bedoeling is gewoon dat we hier een image ingeven en dan features enablen. We gaan beginnen bij het begin. We gaan gewoon een keer label detection doen. Misschien met 20
20 features van die foto. Ik verwacht niet dat er 20 zullen uitkomen. Dat moet ook groter, hè. Duidelijk wel. Zo. Ja, goed. API key. Dus dat geef ik als lokale environment variable mee. Dan doe je op start. Hopen we dat de wifi het doet. Ja, dat is hetzelfde. Hè. Dus dat is dat. En we gaan daar eens iets anders op activeren. Want dat is enkel label detection. We gaan ook face detection activeren. Very likely dat er joy is. Is goed? Very likely. Very unlikely dat er sorrow is. Enzovoort, enzovoort. Very unlikely dat er headwear is. Wel, dat is het eerste voorbeeld. Heb ik al tweets? Die, in deze, ja? Gaan we ervoor? Nee, ik heb hem nog niet. Hopelijk is dat goed genoeg. Is dat de image of is dat de embedded image? Ah ja, TCO links en Safari, dat marcheert niet zo goed. Kopieer locatie van afbeelding. Wauw, dat is het spannende onderdeel, hè, Hans de zak. Dus dat is de vraag, wat gaan we activeren? Face detection? Misschien niet. We gaan een keer logo detection aanzetten. Misschien weet hij wel dat PHP Antwerpen is. Text detection mag ook aan. Alright. Komt-ie. Text, logo, font, artwork, clip art, logo, annotation, Antwerp. Straf. Show. Straf. Ja. En dan tekst, dan zal het tekst dat even. Dat logo van Antwerpen erin. Ja, ja. Voilà. Het logo van Antwerpen, van de provincie Antwerpen. De provincie Antwerpen. Vindt hij terug. Alright, volgende. Is er nog nieuws binnengekomen? Oh, kinderen. Super, Alf. Dat is wel een gemakkelijke. Ik wil zien dat hem de glimlach zo. Hop, hoe gaan we dat hier doen? Copy link. Hopelijk is dat hem. Weinig vertrouwen. Best een keer Chrome open doen. Chrome mee. Adres van afbeelding. Telefoon direct. Dus er komen dingen binnen. Wat gaan we daarvan activeren? Wij zijn voornamelijk geïnteresseerd. We zijn niet geïnteresseerd in logo of tekst, maar wel in standaard label detection en face detection. Dat is al standaard geworden. Dat is wel whatever. We weten veel. Child, person, infant, pink, people, toddler, play, male, pet. Bed. Ja. Eigenlijk klopt dat wel. Ja, klopt dat? Klopt dat? Kijk, je zit er aan de pet. Hoodie. Ja. Portrait van de hoodie. Furniture, painting, family, nap. En doe wat ghetto, ja. Ja, ja, nap, puppy, bed, puppy. Possible headwear. Heeft gewoon nog niet veel in haar, ja. Joy unlikely. Unlikely. Ja. Ziet dat? Zit het nog niet zo strak, hè? We gaan verder, wat hebben we nog? Ja? Vicky, ik ga eerst dat ik proberen van jou, omdat er duidelijk een locatie aangebonden zit. Copy. Speciaal. Nee, dat is niet. Download link. Heb ik dat de vorige keer gedaan? Zo? Is dat hem? Ja. Dus het spreekt voor zich dat we de landmark detection zullen aanzetten. Dat kan niet anders. Dus face zetten we eventjes uit. Landmark zetten we aan. Oh, ik ben zo curieus als we die locatie gaan krijgen. Landmark detection aangezet. Niet teruggevonden. Anders gaan we de latitude, longitude kunnen gebruiken en dan echt opzoeken waar die foto genomen was. Maar hij herkent wel de zee, een vehicle, ocean, sky, boating, watercrew.
was al niet slecht. Waar was het? Kroatië, geloof ik. Tju. Iets van KRC Genk. Jelle Vossen. Oeh, iets van de club bedoel je. Joy unlikely. Joy very unlikely. Jelle. Nou, moeten we alle parameters naar gelang tunen. Zo de landmark detection. We hadden allemaal een keer allemaal aanzetten. Alles dat we kunnen. Face, logo, tekst, landmark, you name it. Wat komt er eruit? A player. Football player. Profession. Unlikely. Ambitious. Misschien een beetje bos. Kijk dan. Ah, we kunnen nog verder gaan, dat stopt hier nee. Toch een keer Gabriel zijn foto nemen. Het ziet er goed uit. Dat er een hond in, staat een vrouw in een brug, water. Veel factoren. Opnieuw zetten we alles aan. Vanaf nu kunnen we altijd alles aan. Wat komt er allemaal uit? Enkel, ja. Cut the bridge. Swing bridge, girder bridge, truss Bailey bridge. Bridge. Is that? Ja, het truss bridge. The name of it. The name of the bridge. I think so. It's but a type not of bridge. Type of bridge. Type of bridge. Yeah, ah, yeah, yeah, type of bridge. It was in a national park in Germany, so it sounded German. Okay, volgende. Volgende opdracht. We willen meer. Ik wil de locatie, landmark features highlighten. Dus iemand stuur mij iets wat een locatie is dat misschien wel te herkennen valt door Google. We hebben al een poging gedaan, verdienstelijke poging van Kroatië door Vicky, maar we hebben nog iets anders nodig. Okay. Ik doe zelf mee. Misschien niet, we gaan Google wat moeilijker maken en ik zal iets op Flickr zoeken. Want misschien Google Images is het te makkelijk voor Google om dat te vinden. Hier, het mooiste plekje uit Brugge. Kun ik het nu serieus niet die foto selecteren? Ik denk dat ze hem veel. Heeft iemand een idee? Downloaden misschien ergens? Ja, hè. Misschien wel. Er staat bij dat die daar heeft gedisabled. Screenshot, hè? Ik denk niet dat je dat kunt downloaden als. Wow, we gaan doen of dat hij zegt. Screenshot. Ja. We gaan dat hier een small. En dan gewoon van disk. Misschien heeft er in testen al iemand iets beters. Ah, dank u Vicky. Dank u Yuri. Van bij mij Yuri. Ik denk niet dat hij dat makkelijk gaat vinden, maar we gaan toch proberen. Het kan nog een lange demo worden, als het niet lukt. heeft tekst gevonden. Rtremdre. Dat is bracht. Misschien vindt hij daar letters in. Ik heb iets, hè. Heb je iets? Zou je dan ook rekening houden met de metadata van de foto? Misschien wel. Misschien wel. Dat is het grote geheim aan de zaak. Er zit eigenlijk helemaal geen machine learning achter. Nee, dat is gewoon van. Het is gewoon whatever. Bam. Ja, allee, come on. Come on, Google. Do it for old Gil. Heb je dat nu aangezet of niet? Landmark. Ja. Opnieuw komen we van een kale reis terug.
Spijtig. Misschien iets bekender. Dat is Antwerpen. Dat is Antwerpen? Nee? Nee, dat denk ik niet. Alles is Antwerpen. Sorry hoor. Het zou nu toch een keer moeten lukken, hè? Met al mijn show. Come on. Oh. Ja. Yeah. Ja. St. Michael Church, let alone. Nog een vlug keer achterhalen. Hoe kan Google dat? En dat ligt in Dijon. Juist? Ja. Voilà. Point proven. Ja. Zijn er nog leuke dingen die we kunnen accentueren? Logo detection. We gaan een keer een logo zoeken. Misschien best ook opnieuw niet via... Ja, dat hebben we al gehad. Logo. Famous logo. Quora. Logo detection, Volkswagen. Had weer hetzelfde verhaal zijn, ja? Nee, ja. Oh. Ja, nu geef ik me niet gewonnen. Dat is geen goede conversion rate hoor, op die site. Nee. Dropbox, schermafbeeldingen. Dat is een. Nu ben je het, hè? Hoe kopieer je het pad? Dat ik weer terug naar de CLI moet. Ik denk dat je erop van het titelbalk van het icoontje. Ja? En altijd dat map-icoontje, wanneer je de file of zo naar de terminal slepen en ik denk dat hem dan. Dus, of naar de. Hmm. Dat was het. Van boven een toolbox-icoontje in het testbalk. Moet hier gewoon nog uit geraken, hè, mannen? Dat is een ander verhaal. Ctrl-W. Vision. Control W, Command W dan. Command W, ja. Ik denk dat ik het kapot gemaakt heb. Oei. Exit presentation mode. Ja. Zijn we terug. We zijn vandaag de aan deze zijn, hè? Kan ik direct een andere feature ook aan exposen? Add image by file name. Scherm afdrukken. En als ik. Ja. Bedankt voor het geduld, iedereen. Ik denk dat dit het zou moeten zijn. Zo. Yes. Ja, de starten voor je spas heb je niet moeten doen. Dan zit niet in bij, hè. Wat heb ik hier verkeerd? Het starten van type voor je spas is te schrijven. Dat ga je niet meer doen. Nee, ik dacht het wel. Je zit niet in bed. Ah, nog hier is het gewoon een string. Misschien heb je wel gelijk. Hebben we een logo. Maar opnieuw. Hé, hey, herken wel dat het een auto is. Ja. Zijn er intussen nog nieuwe bijdragen? Oh, oh, oh. Gabriel. Slimme zet, man. Is afkoeld. Ik
slightly, yeah. They could recognize their name. Not allowed. Gaan we dat als laatste voorbeeldje gebruiken? Die unnameable. Ja, anonymous. We hebben alles aanstaan dat er aan te zetten valt. Zelfs geen logo detection. Want het is Apple. Het is, heeft dat een impact dat je al die features opzet? Nee. Misschien wel, maar had ik er. Dat, is over, dat je al eigenlijk aangeeft welk dat het zou moeten zijn. Nee. We hadden wel, logo detection hadden we wel bewezen, he, trouwens. Met die PHP. Met die PHP aan. Dus, beste vrienden, we gaan terug naar de slides. De demo time was met wisselend succes, zo zijn demo's. Gelukkig is het internet opgebleven. De API biedt kracht. Biedt veel kracht. Maar niet alles kan geautomatiseerd worden. Dat heb ik bewezen, er zitten fouten in. Maar ik raad je wel aan als je geïnteresseerd bent om mijn Composer package eens te gebruiken. Pull requests zijn altijd welkom. Als jullie zin hebben om unit tests te schrijven en documentatie te maken, daarvoor basically mijn werk te doen, dan is dat zeker welkom. Ik dank jullie om hierbij te zijn. Ik zou zeggen, als je nog vragen hebt, stel ze. Maar ik denk dat jullie er intussen evenveel van kennen als ik zelf. We hebben gewoon gespeeld met een toffe API die coole dingen doet waarvan we nog niet bewezen hebben dat ze nuttig zijn voor ons dagelijks leven. En dat is eenmaal leuk en dat is aanvaardbaar. En als jullie mij nog willen volgen later via allerhande media, dit zijn ze. Bedankt Andries dat ik hier mocht zijn. En ik denk dat we een chipje gaan eten en een drankje gaan drinken. Juist? Ja. Merci. Zijn er nog vragen? Ja, heb je getest? Het antwoord is al nee, want heb je getest? De text recognition van enig idee hoe goed dat is? Die is redelijk. Misschien is zoiets als een testraject of zo. Ik heb wel nog ergens een voorbeeldje. Een foto met tekst op. Even kijken. Misschien even. Lijkt me een goede use case. Oh. Lijkt me een hele goede use case. En we gaan alles aanzetten opnieuw. Alles. Ja. The works. Hij is lang aan het nadenken. Wow. Dus, wat hebben we? Nog een ander. Ja. Text, font, webpage, document, drawing, dan text annotations. Dat is allemaal in één stuk. En dan heeft hij hier de losse termen. Val mee, hè? Zeker. Val mee. Russian, met hoofdletter SS, ik weet niet wat ze daarmee bedoelen. Ja. Ja? Hoe? Cool. Goed genoeg? Zeker. Ça va, dankjewel. Zijn het de gasten hoor? Nou, we gaan nu niet. Russian bright. Natasha, Prins, Russian. Ja, ja. Wow, wat zei dat goed? Niet? Smiley, Young. Goed genoeg. 51% geslaagd. Thijs, is die documentatie. Is dat degelijke documentatie? Ja, eigenlijk wel. Want ik heb nu wel het een en het ander geabstraheerd. Er zit meer metadata in, ook probabiliteit. Dus ik heb de probabiliteit van Google zijn inschatting en daar is weergegeven.
maar die heeft zelf een score hoe zeker dat hij is. En op basis daarvan kan je eigenlijk je... En misschien had ik dat beter gedaan, mijn arrays gesorteerd op probabiliteit. Dat is misschien nog een feature die ik kan inbouwen. En misschien ook een filter inbouwen dat je zaken eruit haalt die niet voldoen aan de score. Dus je geeft een minimumscore op, dat zou ik ook nog kunnen inbouwen. Dus ja, er zit nog veel meer metadata in. Image properties heb ik niet getoond nu, maar er zit ook nog een kargevraagd aan info in over dominerende kleuren, over vormen die voorkomen. Dus je kan er meer mee herkennen dan wat we nu gedaan hebben. Maar de clue van de zaak is, er bestaat zoiets. Speel het mee. Dat is de boodschap van vandaag. En ik denk, naarmate de tijd zal vorderen, dat er nog meer technologie zal komen die zo dicht bij ons komt te staan. Alright. Dit in combinatie met de hype term Internet of Things, waarschijnlijk. Ongetwijfeld. Okay. Right. Dat was het. Dank u wel. Misschien heb ik het nog geleden. Goed iets laten zien. Zeker. Moet daar nog een HDMI op aangesloten zijn? Voor de keer. Ten tweede is het. Ja, inderdaad. Waar moeten we naar toe? Refactoring to collections. Om dat hier op zich op te nemen. Is dat hem? Ja. Er wordt blijkbaar nog iets weggegeven vanavond. Dus Adam Watan, ik weet niet of veel van jullie hem kennen, zit een beetje in een Laravel-wereldje, werkt voor Technico onder andere. Geweldige spreker, geweldige screencastwriter. En hij heeft recent dit boek uitgebracht, ik denk een week geleden. Zo, Refactoring to Collections, dat is eigenlijk een manier om beter met bijvoorbeeld dingen gelijk array map, array filter te werken. Een beetje ook in een fluent manier te werken. Daarmee heel interessant, biedt heel veel inzichten in hoe je collecties en for each loops eigenlijk beter en gemakkelijk leesbaarder kunt schrijven. En we mogen er eentje weggeven. En het gaat een actieve zoekopdracht worden. Dus ik ga geen out-of-mind vraag stellen. Dus neem allemaal jullie gsm voor die. En de vraag is, er is op dit moment een RSV lopende voor type properties. En ik wil graag weten wat de score is van de RSV. Op hoeveel dat die staat. Op php.net kunt je het vinden. Zit je op die van Made with Love aan het kijken? Want Made with Love loopt wel achter met een... Van Rasmus, shot. Dat is die van, ja. Misschien is dat alleen verkeer, ja. Dat zal een oude zijn, denk ik nog. 41 yes, 8 nee. Ja, best. 41 yes, 8 nee. Dus hij zal er waarschijnlijk wel door geraken. Maar hij zit in de privé wifi hier waarschijnlijk. Ik zal straks u het linkje doormailen waar ik hem kan doen. Het is een e-book, dus veel plezier ermee. Goed, voordat ik het vergeet, er is een joint in pagina. Ik zal die straks nog een keer tweeten. Jij moet dat nog claimen, denk ik. Ik zal dat claimen. Oké, maar jullie kunnen feedback voor Thijs en Jury achterlaten. Zeker doen, helpt hun. Dat is altijd handig voor het. Zal de slides er ook nog aan toevoegen. Voilà. In de notas staan alle bronnen voor al die beweringen die ik heb gedaan. Dus ze zijn ondersteund door meer dan enkel mijn hete lucht. Oké, super. Dan wil ik nog een paar mensen bedanken. Eerst en vooral Jury en MCS voor ons te host. Altijd een geweldige locatie voor een meetup te doen. En merci voor de snacks en de drankjes en zo. Heel hard. Dank daarvoor. Sprekers, Juri. Mijn collega daarvoor bedanken. Juri en Thijs voor talks te maken. Juri zei dat straks altijd een meetup veel tijd kost, maar ik weet uit ervaring dat een talk voorbereiden ook heel wat tijd kan voor kosten. Dus merci om daar moeite in te steken en hier een talk te brengen.
Free voor mij te helpen, lokaal ding. En Gabriel voor de talks te komen op te nemen. Komt helemaal uit Limburg naar hier daarvoor. Dus merci daarvoor. Talks komen ook online straks, in de week, niet straks, maar. En jullie voor te komen, zoals altijd. En ik hoop dat ik jullie nog eens op een volgende meetup mag terugzien. Volgende maand hebben we bij Nucleus terug, onder andere Freek gaat spreken, ik weet niet of dat jullie hem kennen, gaat over backups met Laravel spreken. Dus ik heb hem al 2 keer gezien, de talk, is echt heel interessant, zeker een keer komen kijken. En ja, tot de volgende keer, nog een beetje van. Dank je wel.